is Feest vandaag, Anneke, op de speelgoedbank, of niet? Ja, dat klopt. Het is echt uh, heel erg leuk. Uh, want we hebben nu een soort ja, eigen locatie, noem ik het maar. Maar we moeten natuurlijk wel huur betalen. Dus het is niet van onszelf. Maar het is uh, wel echt heel erg mooi. We hebben gewoon de uitgifte de, en de opslag hebben in één ruimte. We hoeven niet steeds meer heen en weer te schouwen. Ja, ik ben benieuwd, want de kinderen moeten natuurlijk nog komen hoe dat die het uh, gaan vinden. Maar ik denk dat die het ook wel mooi vinden. Het was een lange zoektocht om vanuit de school een hele geschikte locatie te vinden. En ik kan me nog herinneren dat je me heel enthousiast opbelde en zei het is gelukt. Waar zit je? We zitten nou hetzelfde pand als de voedselbank aan het straatje in Elburg. Dus het is voor de echt hele mooie locatie voor onze doelgroep natuurlijk. Hè? Want we zijn er in principe voor de klanten van de, van de minima. De kinderen van de minima dus uh, ja dan kunnen ze mooi uh, ons vinden en hopelijk ook want ja bij de voedselbank denken we ook wel eens uh, van we hebben eigenlijk zijn er meer mensen die ons nodig hebben dan die dan die uh, komen dus wij denken ook van nou misschien als klanten wel bij de speelgoedbank komen dat ze daar ook de drempel naar de voedselbank een beetje lager wordt en dat ze denken van oh dat is ook wel uh, heel mooi als ik daar mijn eten zou kunnen halen of andersom. Of andersom, ja. Dus dat is, uh, dat is zo. Ja, andersom werkt het eigenlijk al. Want uh, klanten die bij de voedselbank zijn. die krijgen een bericht van dat ze ook. Uh, ja, klant kunnen worden bij de speelgoedbank. Dus uh, dat is echt heel, uh, heel leuk. Maar welk eisen moet je voldoen? Voor, voor de speelgoedbank. Uh, dan moet je dus een, uh, een pasje hebben van de voedselbank. of een, uh, uh, een bijstandsuitkering. of een ander vergelijkbaar laag inkomen. Dus ze kunnen laten zien. Aan hun loonstrookje of uh, uitkeringsstrookje of klantenpasje van de voedselbank dat ze er recht op hebben. Voor de corona had je vaste uitgiftemiddag, maar dat is door corona allemaal uh, veranderd. Hoe kunnen de kinderen hier toch? Hun speelgoed uitzoeken. Ja, nou ook bij corona gingen we door in het huiken. We deden gewoon op afspraak hè, dat er maar een paar mensen tegelijk uh, uh, in de zaal uh, aanwezig waren. En nu ook, uh, we, de klanten, nou ja, die dan klant zijn, die heb uh, ik allemaal in een uh, e-mailbestand. En die krijgen bericht dat ze een afspraak kunnen maken. Want uh, we zijn voortaan, dat is ook heel leuk, elke week open, elke woensdagmiddag. Voor uh, klanten van 2 tot 4 en mensen die speelgoed willen doneren, want dat willen ook heel veel mensen, van 4 tot 5. Dus uh, dat is heel leuk en dat kunnen ze allemaal op afspraak doen. Want ja, nogmaals, we kunnen niet te veel mensen hier tegelijk binnen hebben. En dan houden we ook wel een overzicht. Ik feliciteer je met deze prachtige locatie en ik hoop dat je dit werk nog vele jaren mag doen. Ja, dat hopen wij ook. <laughs> ja, dankjewel.